Het Vossinkoekroe-festival is een ode aan de voorouders van alle Surinamers die zijn heen gegaan. Dit zei Jack Udent, voorzitter van de Nationale Commissie Jubileumjaren, gisteren bij de opening van het festival. Hij meent dat het zelden of niet wordt stilgestaan bij hoe rijk Suriname is aan culturele diversiteit. We brengen ze weer in herinnering, in dank voor dit rijke nalatenschap aan ons toevertrouwd. En vooral in dit verband past dit festival naadloos in de activiteiten die de Nationale Commissie Jubileumjaar 2030 heeft uitgezet. Om inhoud te geven aan de kroonjaren van emigratie en emancipatie. Ook het educatief karakter dat inbegrepen is in dit festival juichen wij ten zeerste toe. En het streven om te conserveren al wat we hebben aan culturele waarden en bescherming en bevordering die ze op dit stuk verdienen. Dit alles sluit inderdaad absoluut aan de doelen van de Nationale Commissie Jubileumjaar 2023. Vandaar ook onze ferme ondersteuning aan dit project. Het Vossinkoekroe-festival is, zoals de herdenking van de kroonjaren, dit jaar een hoogtijmoment voor de Surinaamse geschiedenis. President Chandrika Persat Santokhi meent dat langzaam maar zeker bekend wordt dat Suriname het land is met grote culinaire verscheidenheid en diversiteit. En dan voorzitter Takikba, in alle andere landen, in vele andere culturen, is eten een stukje voeding en maagvulling. In Suriname is eten genot. Ongeacht waar, ongeacht hoe laat, het is genot. En we genieten ervan. En flink, omdat er zoveel eten soorten zijn om ervan te genieten. En daarvan maken we de internationale gemeenschap nu ook deelgenoot. Dat zij dat ook hier kunnen komen en kunnen genieten van het lekker eten. Maar heel belangrijk is namelijk het thema Vossinkoekroe. Maar die Vossinkoekroe heeft inmiddels zoveel transformaties gehad, fusies gehad. En de jongeren dragen het verder met allerlei varianten. Geweldig. Santokhi zegt verder dat een mix tussen de Vossinkoekroe en de huidige manier van voedselbereiding gezien kan worden als een van de Surinaamse rijkdommen.